70% had daarna minder last. Je hoort een van de onderzoekers. Maar een bepaalde groep van patiënten kan de implantaten klachten geven. Vooral extreme moeheid, gewrichtspijnen, pijnen in de armen en benen en ook concentratiestoornis en woordvindingstoornis. Het is een scala van klachten die wij bij veel van de patiënten die naar ons kwamen herkenden. De hoofdrolspelers van het debat over het woonakkoord van vanavond in de Eerste Kamer zijn nu al bij elkaar. Met dat woonakkoord wil het kabinet 1,7 miljard euro besparen. Maar het is de vraag of het plan wel doorgaat. PvdA-senator Adrie Duivenstein twijfelt of hij voor of tegen gaat stemmen. En die ene stem is nodig voor een meerderheid. Minister Blok van Wonen, vicepremier Asscher en de fractieleiders van de PvdA, de VVD en D66 hebben net met hem gepraat, zegt onze verslaggever. Die zitten hier en de bedoeling is voor minister Blok dat hij aan het eind van de avond toch 1,7 miljard euro veilig heeft gesteld voor de schatkist. Ja, en de vraag is dus, komen ze eruit of blijft het probleem de hele middag en avond nog boven tafel? Dit zijn ze helemaal klaar met vuurwerkoverlast. En daarom zetten ze dit jaar een heel speciaal middel in. Op verschillende flats staan microfoons van Defensie. Die kunnen registreren waar vuurwerkbommen afgaan. De politie krijgt vervolgens via een e-mailtje de plek van de bom door en kan er snel om afstappen. Je hoort verslaggever Martijn van der Zanden. Als je in de decembermaand door Leiden loopt, kun je zomaar opgeschrokken worden door een enorme klap. De vuurwerkbommen zijn de burgemeester ook een doorn in het oog. Ja, dat is absoluut het geval. Krijg ik ook klachten over. Dat hebben we al de afgelopen jaren gezien. Nee, kom gewoon. Gooi, hè? Ja. En nou hebben jullie op een aantal flats, ja, ik noem maar even defensiemicrofoons. Ze zien eruit als een halve voetbal. Daar zitten sensoren in. En die kunnen registreren waar zo'n enorme klap zo'n vuurwerkbom afgaat. Het is een soort driehoeksmeting. Drie microfoons worden ergens neergezet. En omdat je de afstand van de knal tot de microfoon, die kun je meten, want dat is een tijdseenheid. Kun je ook bepalen waar de knal precies vandaan komt. Dus kun je daarop acteren. Want als zo'n klap gemeten wordt, dan kan de politie bijvoorbeeld via de e-mail doorkrijgen waar die ergens is afgegaan. Ja, heel snel. Eigenlijk subiet weten ze dan waar die precies in zijn, kan men ook direct acteren.